Hi, ik ben Mare en vandaag ga ik op pad met Harry van het Friske Game. Harry, jij weet toch heel veel over vogels? Ja, klopt. Ja. Mag ik je dan wat vragen stellen? Zeker, hartstikke leuk juist. Oké. Hoeveel weidevogels zijn hier in Nederland? In totaal ongeveer 21 soorten weidevogels. Leggen alle vogels in mei een ei? Ja, dat is een gezegde, hè? Dat alle vogels in mei een ei leggen. Nou ja, er zijn heel veel soorten die wel ook in mei eieren leggen. Maar er zijn ook wel soorten die beginnen al eerder in februari of maart. In april leggen ze ook volop eieren, maar ook in mei worden er heel veel eieren gelegd. Dat klopt. Oh kijk, hier een nestje. Hey, wat goed van jou zeg. Weet je wat voor nestje dat het is? Is het van een kiewiet? Nee, dit is het nestje van een tureluur. Het lijkt wel heel erg op het nestje van een kiewiet. Alleen wat je hier wel best wel goed kan zien, is dat die stipjes die zijn een beetje oranje, een beetje bruiner. En een kiewiet, die heeft echt van die zwarte stipjes op eieren. Even kijken wat we horen. Oh ja, dat zijn de kiewieten die daar verderop vliegen. Zie je, daar vliegt ook. Hè? Daar zagen we net een groepje kiewieten, maar hier vliegt ook een kiewiet hier. Ja. Daar, en die is de hele tijd zo aan het schreeuwen, die alarmeert noemen ze dat. En deze vogel die heeft waarschijnlijk kuikens hier ergens rondlopen. Dit is dus een nest van een kiewiet. En zojuist hadden we dat nestje van een tureluur. En de tureluur die had eigenlijk, nou die eieren die leken wel heel erg op deze. Alleen de eieren van een tureluur, daar zit wat een rooier spikkeltje op, een beetje bruinig. En dit zijn echt heel duidelijk zwarte stipjes, spikkeltjes. En dat is een kiewietnestje. Kan je deze eieren ook meenemen om thuis te bewaren? Nee, dat is absoluut niet de bedoeling. Hè? Dit zijn beschermde vogels. Hè? Die andere nesten die we zojuist vonden, daar is dat precies zo. Maar deze eieren die mogen we niet meenemen, die laten we mooi liggen. Nou, dan hopen we natuurlijk dat er over nou en een paar weken dat hier kuikentjes van komen. Hoe vaak leggen weidevogels een ei en hoeveel jongen krijgen ze dan? Dat verschilt een beetje per soort, maar de meeste, hè, zoals deze kiewiet, maar ook een scholekster en een tureluur en een grutto, hè, dat zijn eigenlijk de hoofdsoorten, die leggen vaak 4 eieren. En een beetje afhankelijk van of ze uitkomen of niet. Nou, moet je je voorstellen, als ze de eerste keer geen kuikentjes krijgen, dan proberen ze het vaak nog wel een keer. Wanneer kunnen jonge weidevogels vliegen? Nou, dat verschilt een beetje per soort wanneer die jonge weidevogels kunnen vliegen. Maar de meeste soorten die vliegen na ongeveer 25-26 dagen. Wat voor gevaren zijn voor weidevogels? Er zijn eigenlijk verschillende gevaren voor die weidevogels. Een van de belangrijkste is natuurlijk dat de leefomstandigheden, het gebied waar die weidevogels in leven, die worden steeds kleiner. De geschikte gebieden. Daarnaast speelt het weer natuurlijk een rol. De predatoren, de roofdieren, die ook de kuikens en de eieren eten, dat speelt een rol. En de landwerkzaamheden die uitgevoerd worden, dat wil ook nog wel eens een rol spelen. Wat eten wij de vogels? Dus eigenlijk is het zo dat de kuikentjes, die moeten het hebben van insecten. En de oudere vogels, die eten met name wormen. Vond je dit filmpje nou leuk? Of wil je meer weten over weidevogels? Ga naar onze website.